Welkom bij De Waard aan tafel, waar vandaag drie totaal verschillende onderwerpen de revue passeren. Straks dan praat ik met wethouder Lavinia Sleeuwenhoek over het fonds wat is opgericht voor sport en cultuur voor iedereen. Met Helma Graafland en met Yara Alshana blikken we vast vooruit naar een bijzonder verkiezingsdebat. Maar eerst praat ik met Henk Groen over dat andere grote virus wat rondwaart, het vogelgriepvirus. En dan vooral natuurlijk wat dat betekent voor de hobby. Houders eigenlijk, hè? Ja. Henk, je bent voorzitter van de Krimpende Waardshow, dus je hebt eigenlijk ook al een tijdje behoorlijk wat rust in die hoedanigheid. Nou, niet helemaal. De rust is eigenlijk ver te zoeken. Wij vertegenwoordigen eigenlijk de Krimpende Maatstichting, is ontstaan uit 6 verenigingen binnen de Krimpende Maat, die eigenlijk in armoede geen voorzitters en besturen hebben. Dus we hebben gezegd, dan gaan we met elkaar kijken hoe dat tot één kan worden. Nu zijn er 4 verenigingen al eigenlijk stilzwijgend gestopt. Okay. En er zijn er eigenlijk nummer 2 over, dat is Lekkerkerk en Stolwijk. En met de ondersteuning van alle andere verenigingen, die zijn er nog wel hoor, maar we doen wel met z'n 2 eigenlijk het trekken van de krimpende waard. Dus bestuurlijk zijn het echt wel pittige jaren geweest. Ja, heel erg. Maar qua shows organiseren en zo natuurlijk niet, hè? Nee, door beide virussen eigenlijk. Nee, de vogelgriep is eigenlijk is in 2018 al een keer erg volgekomen. Dan later is dat dan weer weggeëpt. En dan kan je geen shows houden met kippen. Nee. Maar wel met konijnen, die kan eigenlijk doorgaan. Duiven mag dan ook wel. En, maar ja, liever heb je eigenlijk een totaalplaatje, want dat is veel één gezelliger. En ook de fokkers die willen ook graag hun kwaliteit laten zien dat ze verbeterd hebben en noem maar op. En onderling is het natuurlijk ook enorm belangrijk dat je uitwisselt met elkaar. Ja, want 2018 was het vorige, de vorige grote golf. Ja. Nu waart er in Nederland weer een behoorlijk hardnekkig vogelgriepvirus rond. Ja, en dat is zeg maar een mutatie van een aantal vorige. En het heet nu, als ik goed kijk, H5N1. En dat is eigenlijk een laatste die echt enorm rondwaart en enorm ervoor zorgt dat het dat je eigenlijk niks meer mag. Je mag geen dieren meer vervoeren. Er zijn hier in de regio 2 bedrijven, of tenminste hobby's geweest, die met meerdere kippen van ongeveer 200. En die zijn allemaal geruimd met eenden erbij. Maar er staat ook wel dieren bij die eigenlijk nauwelijks nog bestaan eigenlijk. Dus dat is heel jammer dat die weggevallen zijn. Want dat is de andere kant van de medaille natuurlijk. Hè? Ophokken en om ze maar in leven te houden, dat is één. Ja. Maar je hebt collega's nodig om door te kunnen fokken, om een soort ook in stand te houden. Ja, zonder meer. En, en dat is eigenlijk wat er nu heel, heel lastig is, momenteel. Ja. Maar wij proberen dan wel met digitale shows met de kippen toch te beoordelen en eieren uit te wisselen, want dat kan dan nog wel. Dus dan hoop je dat je dan toch nog een beetje de eenheid die er is, dat die blijft bestaan. Ja. En ook het contact onderling, dat gebeurt nu heel veel digitaal eigenlijk. Ja, want dan komt dan het coronavirus nog eens een keer bij, waardoor je geen bijeenkomsten mag organiseren. Nee. Als je het coronavirus en het griepvirus, dat loopt eigenlijk gelijk op. Ja. En eigenlijk zijn dat dezelfde symptomen, dezelfde maatregelen die er moeten gebeuren. Het is heel raar dat die twee dingen zo bij elkaar... Bizar eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ja. Dan, het coronavirus is op zijn retour, denken we. Ja. Hoe zit dat met het vogelgriepvirus? Ja, dat is ook eigenlijk wel de hoogtepunten wel geweest. Maar iedere keer steekt er toch ergens anders weer ineens een keer een bedrijf op waar het dan is. Het is natuurlijk met die trekvogels, heb je eigenlijk de meeste lasten van. Hm. Die komen vanuit Rusland en die komen hier dan overwinteren en dan gaan ze weer terug. Maar die nemen heel vaak die virussoorten mee. En je ziet het ook hier aan de ganzen die zeg maar heel vaak uit de lucht vallen. Ik heb het zelf nooit niet gezien, maar het schijnt toch wel gebeurd te zijn. En als je ziet wat die dieren meemaken, zeg maar die wilde dieren, als ze het echt hebben. Ik heb filmpjes ervan gezien, daar word je niet vrolijk van. Nee. Dus wat een pijn die dieren moeten lijden, dat is niet leuk. Dus wij hopen eigenlijk in zijn totaliteit, aan die wilde dieren kunnen we eigenlijk niet zoveel doen. Maar aan de hobbykant en aan de exportkant, zal ik dat maar even noemen. Ja, dan zou je eigenlijk willen dat er gewoon een vaccinatie komt.
En nu zijn ze in Wageningen. Gewoon eigenlijk alle kippen, alle watervogels vaccineren. Vaccineren, dat is eigenlijk de enige oplossing, zeg maar, om onze hobby in stand te houden. En ik denk ook uiteindelijk voor de commissie ook. Is er zo'n vaccin of moet dat nog ontwikkeld worden? Er zijn in Wageningen zijn ze bezig met een vaccin voor de hoenders en voor de kip. Ja. En in Frankrijk zijn ze bezig voor met eenden eigenlijk een vaccinatie. Ze zijn best wel ver, maar het moet eerst weer goedgekeurd worden door Europa. Ja. En is zo'n vaccin dan ook toepasbaar op alle soorten? Want nou ja, we zeiden eerder al, er zijn natuurlijk soorten die nu eigenlijk met uitsterven worden bedreigd. Ja, ja. Die zijn heel wat kwetsbaarder misschien dan de normale legkip, zal ik maar even zeggen. Ja, ja. Nou, de legkippen zijn het meest zwak eigenlijk. De andere kippen die worden speciaal gefokt om iets te doen. Ja, en die andere kippen, die zijn hobbykippen, die zijn eigenlijk veel sterker in de meeste tijd. Toch omdat ze ook vrij kunnen lopen, ja, met minder zijn? Ja, 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 al dat soort dingen helpen enorm. Ja. Ja. Maar ja, of dat voor elk, ja, in principe zou het voor elk dier, kippendier, zeg maar hoenders, moeten voldoen. Oké. Okay. Ja, want bij de konijnen vaccineren we ook altijd één keer in een jaar of twee keer in een jaar. Dat is ook om dat soort dingen tegen te gaan. Ja, dus het moet wel kunnen. Ja, 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 ja. Hoe zie je de toekomst, Henk? De toekomst is, de nieuwe aanwas is aan fokken is natuurlijk heel, heel laag. Ja, dat is ook een probleem, hè? Ja, de veroudering en de vergrijzing is enorm. En waar ook door dit soort situaties gaat de moed om zeg maar de dieren nog te houden. Ja, zijn gauw geneigd om te zeggen van nou, ik doe drie kipjes voor mezelf en voor de rest ik ga niet meer naar shows, want ze komen toch niet meer. Dus die stoppen daarmee. Jeetje, dat is wel heel jammer. Ja. Daar verdwijnt er eigenlijk heel veel cultureel erfgoed. Ja. Ergens snap je het natuurlijk wel, hè? Die teleurstelling van het kan allemaal niet meer en het zal wel niet meer. Nee, en ze zijn maar ook, daar hebben jullie dan toch als stichting, vereniging? Vereniging eigenlijk. Toch ook wel een belangrijke rol in. Ja, om ze te blijven enthousiasmeren. Ja, nou ja, we proberen dan toch elk jaar wel een paar keer een workshop te houden. Dat je mensen bij elkaar komen om dieren te bespreken. En als dat mag van de corona. Ja. We proberen dan wel op allerlei manieren zeg maar, toch die contacten op te bouwen en te houden. Want ja, anders raakt het helemaal uit. Ja. En dat kan eigenlijk niet. Dus voor heel veel oudere mensen is het ook een sociaal gebeuren. En, om zeg maar weer andere mensen te kunnen ontmoeten. Ja. En op die manier gebeurt er best wel veel. Ja. Mensen, dus zoals ik rij ook gewoon rustig een rondje van de Lekkerkerk naar, maakt niet uit, heel de Krimpende Water rond. Om die oudere mensen toch zeker moed in te spreken en te zorgen dat ze doorgaan. Ja, ja. Laten we hopen dat zijn vruchten afwerpt. Zeker. Wat ik al eerder zei, het lijkt dat het coronavirus op zijn retour is. Ja. Laten we hopen dat na de winter, dus na de trek inderdaad van de wilde vogels, dat ook de vogelgriep Nederland langzaam maar zeker verlaat. Ja. En dat jullie weer mooie dingen kunnen gaan doen. Hartstikke goed. We houden contact. Dankjewel. Dankjewel. Kijk naar de Waard aan tafel, waar zojuist Henk Groen zijn zorgen uitte over het vogelgriepvirus en wat dat voornamelijk betekent voor hobbyhouders. Straks dan kijken we vooruit naar een verkiezingsdebat en Internationale Vrouwendag met Yara Al-Shanaa en Helma Graveland. Maar eerst wethouder Lavinia Sleeuwenhoek in de laatste dagen van het wethouderschap over een prachtig nieuw fonds wat eigenlijk sport en cultuur voor iedereen financieel haalbaar moet maken. Zeg ik het zo goed? Ja, nou, wij hadden natuurlijk al een sport- en cultuurfonds voor de jeugd. Ja. En daar komt nu een volwassen fonds bij, zodat het inderdaad voor iedereen mogelijk wordt om te kunnen sporten. Ja. En hoe is dat idee ontstaan? Was dat al een langere wens om het ook voor volwassenen mogelijk te maken? Ja, dat is eigenlijk al een hele lange wens. Dat heeft meerdere gevolgen. Je ziet natuurlijk voor de kinderen heeft het echt wel iets goeds gedaan. Ook met de zwemles die we hebben kunnen doen met z'n allen. En het werpt gewoon zijn vruchten af. Ja. En als je naar de cijfers van de Krimpende Waard kijkt van overgewicht, dan zijn die toch best wel hoog. Terwijl je in een gebied woont wat uitnodigt om te sporten, maar toch ook heel erg uitnodigt om de auto te pakken.
En dan merk je dat dit een barrière kan zijn, dat geld een barrière kan zijn om dat mensen niet gaan sporten. Terwijl het mentaal zo belangrijk is. En natuurlijk ook fysiek om te gaan sporten. Dus die wens, ik denk dat die al een jaar of 4, 5 zeker al speelt. En dan is dat nu een mooie actie van het, misschien wel een laatste actie van het huidige college? Ja, een van de laatste acties. Wat gebeurt er? We hebben natuurlijk corona gehad en je ziet de invloed daarop op de mensen zelf. Ja. En je ziet ook dat de mensen die het al moeilijk hadden, het eigenlijk nog veel harder raakt dan de mensen die het financieel wel goed hebben. Dus juist voor die doelgroep hebben we echt gezegd, we moeten iets gaan doen. Ja. En deze lag al zo lang in de wens en nu hebben we er geld voor vrijgemaakt om een pilot te gaan starten. En te zeggen, we beginnen met dat fonds en dan kijken we of het aanslaat. En als het aanslaat, dan hoop ik zeker dat de politiek hem doortrekt. Ja. Wij gaan er in ieder geval wel van uit dat de politiek dat door gaat trekken. We mogen ervan uitgaan dat dit iets is wat iedereen eigenlijk wel prioriteit geeft. Ja. Nu heb ik ook een eerste debat in mijn hoofd wat afgelopen week gevoerd is voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Over hoe bereik je nou de mensen, het fonds is er wel, maar hoe zorg je nou dat mensen daar dan inderdaad ook gebruik van gaan maken? Hoe ga je ze bereiken? Nou ja, we hebben natuurlijk nu al 247 kinderen die gebruik maken van het Fonds voor de Jeugd. Mm-hmm. Daar zitten ouders aan vast. Ja. Kan bijna niet anders. Moet wel. Moet wel. Dus dat is al één ingang. En dan hebben we de nodige instanties. Een Krimpenerwaard Intercultureel. Een welzijnsstichting. Die natuurlijk zoveel mensen spreekt en zoveel mensen ziet. Maar ook Humanitas. Die natuurlijk ook met schuldenproblematiek te maken heeft. Dus daar zijn alle ingangen om mensen te vinden. Ja. Dus die spreken we allemaal aan. We zijn eigenlijk half januari echt van start gegaan met de campagne. En we hopen natuurlijk op steeds meer aanmeldingen. Ja. Ik wou zeggen, Krimpenerwaard Intercultureel zit aan tafel. Dus ik neem aan dat je best even wil reageren, Helma. Ja, van die 247 verzorgen wij ruim 100 van die aanmeldingen voor kinderen die gaan sporten. En tot nog toe hebben we alvast aandacht besteed op de ontmoetingsgroepen aan het Sportfonds. En ik ben er helemaal niet bang voor dat we die 200 mensen aan het sporten gaan krijgen. Als het eenmaal bekend wordt en op social media gedeeld wordt, mensen willen namelijk heel graag sporten. Maar als je budget gewoon niet toereikend was en je moet kiezen tussen eten of sporten, dan ga je eten. Ja. En nu is het echt zo dat in Bergambacht hebben we de eerste voorlichting gedaan met Team Sportservice Krimpenerwaard. Ja. En konden vrouwen bij de sportschool gaan kijken om te sporten. En dat vinden ze heel erg leuk. Dus ik ben er helemaal niet bang voor. Die mensen gaan er echt wel komen en die krijgen ze echt aan het sporten. Dat komt echt wel goed. Ja. Ik hoor zeggen, lid worden van een sportschool, dat is dus een optie. Muziekles, museumbezoek? Museumbezoek niet, want dat is eigenlijk niet echt een cultuurbeoefening. Maar de cultuurbeoefening dan weer wel. Ja. Dus bijvoorbeeld ook toneel, muziek. Maar ook het sporten in verenigingsverband. We hebben natuurlijk een heel rijk verenigingsleven in de Krimpenerwaard. Waar vele mensen welkom zijn. Wat naast bewegen ook sociaal iets doet voor mensen. Ja, dan heb je toch een verenigingsgevoel, een clubgevoel bij elkaar. Waar mensen van harte welkom zijn. Dus op die manier hopen we dat we heel veel mensen in beweging gaan krijgen. Ja. Ja, je zit toch echt vooral op die beweging, hè, hoor ik. Ja, echt dat sporten. Want je zei al, de Krimpenerwaard nodigt uit om te bewegen door de wijsheid. Fietsen, wandelen, hardlopen. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Dus dan ga je inderdaad richting voetbal. Maar dus ook een sportschool bijvoorbeeld. Alles. Ja. Alle mogelijkheden staan open. En hoe staat dat? Hoe werkt dat dan? Krijgen mensen dan het lidmaatschap volledig vergoed? Of is het een tegemoetkoming in de kosten? Er zit een budget van €250 per jaar per persoon aan vast. Oké. Okay. Dat is het maximale wat erin zit. Dat is ook voor de kinderen overigens hetzelfde. Mm-hmm. Dus zo leggen we dat neer. En dan voor een vereniging is dat al gauw genoeg. De meeste verenigingen vallen met contributie binnen dat bedrag. Ja. En voor de jeugd precies hetzelfde. Voor de sportscholen wordt inderdaad gekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe we dat zo goed mogelijk kunnen regelen. Want een abonnement op de sportschool, onbeperkte abonnementen zijn vaak veel duurder. Dan red je het niet met €250 per jaar. Dan ga je het niet in een jaar redden. Nee. Er zullen altijd sporten zijn die daar moeilijk invallen. Dat is geldt eigenlijk ook voor de jeugd. Noem maar paardrijden, die lopen zo hoog op. Ja, dat
blijft een soort, blijft echt wel een dure sport. Ja. Die vaak niet tot de mogelijkheden behoort. Nee. Maar we hebben gelukkig heel veel sporten. Gelukkig wel, hè? Ja, van volleybal tot aan zwemmen, ja. Tot waterpolo, tot aan voetbal natuurlijk ook. Maar ook de Jeu de Boelvereniging. Ja. En noem ze allemaal maar op. Er zijn er veel. Zo'n hobbyhouderij voor kippen of pluimvee, valt dat daar ook onder, denk je, om lid te worden van zo'n vereniging? Nee, dat denk ik niet. Maar nee, dat komt ook omdat je natuurlijk dan echt dieren sport, gaat houden. Het is cultuur, ja. Het is allebei. Ja, het is allebei. Ja, Henk zegt allebei. Ja. Het is wel sport en cultuur, maar je hebt ook ruimte nodig natuurlijk om dieren te houden. Ja. En degene met een minimum inkomen hebben vaak niet de ruimte. Je zou ook niet willen dat het balkon vol zit met kippen. Want vervolgens beginnen dan de buren weer te klagen dat het balkon vol zit met kippen. Maar een konijntje op het balkon of een cavia in de kamer, dat gebeurt ook. Hè. Dus hobbykonijnen, zeg maar, die komen bij de mensen aan tafel. Ja. Dus ik heb allerlei dieren die ik dan weggeef, die komen dan bij mensen terecht. Nou ja, dat zijn gewoon net hondjes of wat, die vertroetelen ze helemaal. Ja. En ze doen alles. Dat is ook zo. Ja. Ja, maar die zitten vaak in het huishouden en dat lukt meestal wel. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel regelingen voor minima. Ja. Daar zitten echt wel ik kreeg een hele rij mee, want het is ook een co-productie samen met mijn collega Jan Vente. Waarvan ik hem vanuit gezondheid heel erg aanvlieg en vanuit meedoen. Ja. Waar hij natuurlijk verantwoordelijk is voor alle minima-regelingen. En we hebben nog veel meer minima-regelen, dus ik begrijp best dat mensen konijnen houden, want het is ontzettend leuk natuurlijk. En het geeft zo'n goed gevoel ook. Juist, het is gezond, hè? Ja. Dus, het aaien van dieren. Dus. Ja. Ja, zeker. Dat brengt toch ook dat gelukshormoon weer een beetje in actie. Zeker weten. Ja. En dat gelukshormoon zit hem inderdaad in het aaien van dieren. Maar het gelukshormoon zit hem ook in bewegen. Absoluut. Want daarom zeg ik het mentaal. Het leveren van de prestatie, het samen zingen, het samen toneel spelen. Ja. Het levert zoveel goede hormonen op voor je welzijn. Ja. Het is niet alleen je komt in beweging, maar het is ook voor je eigen mentale gezondheid is het zo goed om dingen te ondernemen. En voor de uitbreiding van je netwerk. Dus je komt ook allerlei mensen tegen. Ook dat is waar. Want zelfs bij de fitness, dan zijn er toch nog echt mensen om je heen waar je ook contact mee kan leggen. Ja, klopt. Als iemand nu zit te kijken en denkt van, goh, ik wil toch ook wel wat meer informatie erover, of ik daarvoor in aanmerking kom, waar kunnen ze zich melden? Nou, we hebben een aantal intermediairs. Nou, er kwamen er net al. Krimpermaart Intercultureel is daar één van. De Welzijnstichting is daar ook één van. Je hebt bijvoorbeeld ook Humanitas. Vluchtelingenwerk is er ook nog eentje. Chemiva is daar ook nog één van als intermediairs. En er komen steeds ook intermediairs bij. Team Sportservice, waar veel informatie te krijgen is. Ja. Dus via één van die samenwerkingspartners eigenlijk kan je meer informatie krijgen. En kan je ook een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Ja. Zeker. Van maximaal €250 per jaar. Ik vind het prachtig. Ik ben ook heel blij dat het er is. Want het gaat zo helpen. Er is al zo lang vraag naar. Ja. Dus het gaat gewoon helpen om mensen beter in hun vel te laten zitten. Ik ga ervan uit dat dit een blijvertje wordt. Ook als jij straks afscheid neemt van de Krimpenerwaardse politiek. Wij gaan dat zeker ook politiek natuurlijk goed belangen. Heel goed. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Dit is De Waard aan tafel, waarin ik eerder al sprak met Henk Groen over het vogelgriepvirus en wat dat betekent voor de hobby kippenhouders. En ik sprak al met Lavinia Sleeuwenhoek over het Volwassenenfonds Sport en Cultuur, wat sinds januari beschikbaar is in de Krimpenerwaard. En dan is het nu tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Helma Graveland van Krimpenerwaard Intercultureel organiseert een bijzonder debat op 7 maart aanstaande. Wat gaan jullie doen, Helma? Nou, wij gaan in de aula van de Willem de Zwijger. Hebben wij een heel leuk verkiezingsdebat georganiseerd. Maar dan een verkiezingsdebat gecombineerd met Internationale Vrouwendag. En de bedoeling is dat wij stellingen gaan voorleggen aan de politiek. Ja. En dat is voornamelijk voor mensen van niet-westerse afkomst. Okay. Dus Jara weet er al van. We hebben dat natuurlijk heel goed voorbereid. Want ons is gebleken dat mensen, statushouders of mensen die nieuw zijn in de Krimpenerwaard, gaan niet direct stemmen. Omdat men eigenlijk niet weet, waar moet ik nou eigenlijk op stemmen? Ja. En gisteren hebben we ook gezien, dan vroeg ik, wie is de baas in de Krimpenerwaard? Nou, en heel veel mensen zeggen dan de burgemeester.
per definitie is dat natuurlijk juist, maar eigenlijk is de gemeenteraad de baas. Ik wou zeggen, ik denk dat de meeste inwoners zeggen dat de burgemeester de baas is. Ja. En dan komt het volgende om de hoek kijken. Dan zou je, als je 5 jaar in Krimpenen of in Nederland woont, mag je stemmen. Oké. Maar hoe weet je dan, als je eigenlijk nog niet goed kan lezen, als je eigenlijk niet het contact leest, je leest niet de krant, je kijkt weinig naar het journaal, hoe weet je dan op welke partij je moet gaan stemmen? Ja. Zijn dat vragen die jij ook hebt, Yara? Dat je denkt van, op wie moet ik dan stemmen? Hoe moet ik stemmen? Ja, eigenlijk is het programma, of gisteren hebben we dat gedaan samen met Helma. En dat vind ik heel knap, dit programma eigenlijk. Dat alleen maar hoeft op de vraag een antwoord te geven. Ja. En dan geven we aan jou zeg maar de optie. Ja. Wat zijn de goede partijen die je moet voor hun stemmen? Ja, jullie hebben de stemwijzer ingevuld. Ja, hè? Klopt. Ja. En ik zelf ga heel goed over nadenken en heel goed kijken. Wat zijn de partijen die kunnen de mensen helpen? Ja, dat is belangrijk, heel belangrijk voor jou. Ja. Die steun de mensen. 7 maart heb jij ook een rol in, hè? Het debat en de Vrouwendag. Mm-hmm. Ja. Ga jij ook meedoen met de discussie met de politiek over zeker. Die stellingen? Ik wil graag met de politie praten en discussiëren. En zij zijn van harte welkom om naar de vrouwengroep te komen en met ons te praten. Ja. Ik heb heel veel zin om met hun te praten. Ja, dat snap ik. Ja, dat invullen van die stemwijzer, dat had nog wel wat uitdagingen. We hebben 7 ontmoetingsgroepen in de Krimpenerwaard. Ja. En er komen allemaal mensen van niet-westerse afkomst. En dan gaan we de stemwijzer invullen. Maar ja, dan moet je soms vragen natuurlijk verduidelijken. Want wat is een referendum? En wat betekent contributie? En wat is een ombudsman? En waarom is dat geen vrouw? Maar er waren ook vragen met een soort dubbele ontkenning. Dus als je ergens tegen, vind je ook dat we ergens tegen moeten zijn? Ja, dan moest je eigenlijk op ja drukken. Maar ja, tegen, dan zou je zeggen ik druk op nee of op oneens. Maar goed, al met elkaar kwamen we er heel goed uit. En 30 vragen vond ik heel goed. Het waren hele goede vragen. Ja. En dan krijg je een stemadvies. En ik heb nu op 2 of 3 ontmoetingsgroepen dit gedaan. En er waren bijvoorbeeld 15 mensen aanwezig, waarvan er nog maar 2 gestemd hadden ooit, maar 10 mochten stemmen. Maar ze zeiden, ja, waar moet ik dan op stemmen? Ja. Nou, en nu door die online stemwijzer weten we dat dus. We krijgen een stemadvies voor 3 partijen en dan kan je er verder in verdiepen. En wat willen we dan op 7 maart gaan doen in de aula? Dan heeft iedereen natuurlijk zijn advies. Nou, dan hopen we dat er diverse politici van veel partijen komen. Dat ziet er wel naar uit. Het liefst alle 10 natuurlijk. Het liefst alle 10, dus dat zou heel mooi zijn. En dan willen we eigenlijk 3 stellingen. Die hebben wij nu gezien dat daar de meeste vragen zijn bij onze achterban. Okay. En 1 daarvan kunnen we eigenlijk wel noemen. Dat gaat over gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Mensen willen heel graag werken. Maar eigenlijk weten ze niet hoe kom ik nou aan een baan? Wat kan ik nu in Nederland? Nou, daar is al heel veel hulp bij. Gemeente Krimpenerwaard heeft daar eigenlijk hele goede programma's ook voor. Maar dan ontbreekt nog de werkervaring. Hoe kom je nu eigenlijk aan Nederlandse werkervaring? Ja. Nou, een van die vragen, stellingen is dat we eigenlijk heel graag meer gesubsidieerde arbeidsplaatsen willen hebben. Maar dan niet alleen maar bij bijvoorbeeld ProMen, voor de wat lager opgeleide mensen. Maar eigenlijk ook voor de wat hoger opgeleide mensen. Ja, die eigenlijk best veel kunnen. Dat ze echt ook weer rollen in het werk waar ze in eigen land voor geleerd hebben. Daar hadden we het van tevoren natuurlijk samen ook al over. Mm-hmm. Jij hebt Franse literatuur gestudeerd. Mm-hmm. Welke baan zou jij in Nederland graag willen doen? Voor mij, ik wil graag met kinderopvang werken of tolk, als tolk. Ik vind het heel leuk om voor vluchtelingen te tolken. Ja, en dat doe je natuurlijk ook al, hè? Ja, ik doe vrijwillig. Maar vrijwilligers eigenlijk. Ja, ik vind het heel jammer dat ik kan heel veel dingen doen. En ik heb hier ook in Nederland zelf heel veel cursussen gedaan. En ik heb heel veel diploma, heel veel certificaat gehad. Maar eigenlijk, ik krijg helemaal de kans niet om te werken. Nee. Ja,
Dat is heel vervelend eigenlijk. Ik kan in mijn land heel veel dingen doen. En dat geldt voor heel veel vluchtelingen eigenlijk. Ja. Er is genoeg mensen die zijn gemotiveerd, die hebben een diploma. Maar jammer genoeg dat als iemand heeft uitkering, ze gaan hun verplicht om met de schoonmaak werk te doen. Dat vind ik heel vervelend eigenlijk. Want mensen met diploma kunnen meer dan schoonmaak werk doen. Maar geven alsjeblieft maar de kans aan hun anderen. Ja. Aan te werken. Ja, want andersom, hè, stel wij zouden naar Syrië moeten vluchten. Wij leren daar de taal. Maar wij hebben hier gestudeerd. En het enige wat je dan in Syrië mag gaan doen is schoonmaken. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Nou ja, dat is misschien een leuk om over na te denken. Van, ja, hoe zou je dat zelf dan vinden? En als je dat zelf vervelend vindt, nou, regel het hier dan ook. Denk ik. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En een ander voorbeeld is ook de huiswerkbegeleiding. Is voor, kijk, voor mij zelf zou zeggen, nou, huiswerkbegeleiding voor kinderen, is dat nodig? Ik heb mijn kinderen kunnen helpen met de tafels en met aardrijkskunde en met allerlei dingen. Maar als je net gevlucht bent en je weet eigenlijk zelf nog helemaal niets van Nederland, hoe moet je dan je kinderen helpen als er op school vragen komen? Ja. En soms, er is helemaal niet heel veel begeleiding nodig, maar het is net even dat setje om ze een niveau hoger te krijgen. Die stellingen die wij op het debat gaan bespreken, daar komen mensen, ervaringsdeskundigen, die zelf hebben ervaren. Bijvoorbeeld in Haastrecht hebben we een huiswerkklas. Daar hebben we veel voorbeelden van kinderen die geholpen zijn daar, die een schoolniveau hoger hebben kunnen doen dan het CITO-advies was. Kijk. En die gaan we de vragen laten stellen aan de politiek. Ja. Dus het wordt een heel interessante discussie. Een debat kunnen we het niet noemen, want mensen gaan in gesprek natuurlijk. Ja, het is niet een lijsttrekkersdebat of een debat wat er al geweest is. Daarom wilden wij het ook per se op een hele andere manier, met gewoon vragen uit de praktijk. Ja. Van, ik heb een hbo of jij hebt zelfs een universitaire studie. Ik wil eigenlijk heel graag werken, maar de baan die mij aangeboden wordt is schoonmaken bij daar en daar. Ik wil graag iets beters, iets meer. Ja. Nou, en dat gaan we gewoon echt aan de politiek vragen. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om subsidie te geven aan de mensen die boven de 28 jaar. Bijvoorbeeld van Dio, wij kunnen niet krijgen als wij zijn meer dan 28 jaar lening om onze studie te, door te gaan met onze studie. Of, en dat is heel belangrijk om mensen hier te motiveren. Om daarna kunnen aan de slag, kunnen een goed baan vinden. In de toekomst hebben mensen met goed diploma, goed opleiding. Dan kunnen ook hoog een goed salaris verdienen en goed werk vinden. Ja, het lijkt zo logisch, hè? Ja, dat je hier, dat is het. En wij willen ook aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag, want dat vieren we ook elk jaar. Maar ja, nu met die verkiezing kwam het eigenlijk een beetje samen. Gewoon een beetje in de knel, hè? Ja, en we zijn eigenlijk gewend om Internationale Vrouwendag alleen met vrouwen te vieren. En daar maken we echt een feest van en een discussie. En dan halen we ondernemers erbij en vrouwelijke ondernemers. En dat was altijd heel leuk. Maar dit jaar is het thema Solidariteit, de kracht van verandering. En als je dat googelt, het thema van Internationale Vrouwendag, dan zie je dus ook dat de mannen aan het woord gelaten worden. Want die solidariteit moet eigenlijk ook bij mannen vandaan komen. Ja. We moeten samen naar gelijkwaardigheid streven. Ja. Dus toen dachten we eigenlijk, nou, dat kan eigenlijk heel mooi met het debat. Dus het debat is iedereen welkom, mannen en vrouwen. En we gaan wel aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag met een paar leuke dingen. Ja. Maar dat verklap ik nog niet. Nee, heel goed, heel goed. 7 maart staat in ieder geval in de agenda genoteerd in de aula van Willem de Zwijger in Schoonhoven. Is iedereen welkom of is het een besloten bijeenkomst? In principe is iedereen welkom. We werken wel met aanmeldingen. Dus als mensen willen komen, dan kunnen ze bij ons op de website of bellen of mailen. Ik wil wel weten of dat er 50 mensen komen of 100 mensen. Ja. Dus dat, en bij 500 dan wordt een coronatoegangsbewijs nodig. Daarom. Nee. Dus, maar we kunnen er heel veel in aan. Oké, ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. En ik ga zeker ook even in mijn agenda kijken of ik langs kan komen. Hartelijk dank. Dankjewel.